Iedere week daag ik Mauro uit met een leuke drone-opdracht. Als hij de opdracht tot een goed einde kan brengen, doe ik een tegenprestatie. Als hij faalt, moet hij zelf de tegenprestatie uitvoeren. Dankjewel. Oké. Okay. In de gang staat Michiel. Er staat een bekertje op zijn hoofd. Vlieg het bekertje omver en kom terug naar hier. En dit moet je doen binnen de 30 seconden. Als dit lukt, mag jij bij mij een ijsblokje in mijn t-shirt steken. Anders is de tegenprestatie voor jou. Een ijsblokje? Ja, heb jij dit zonder aan? Ja. Dan gaan we dat daarin steken. Dat is lekker koud. Maar ik heb het niet graag koud. Zoals elke keer mag ik Mauro ook één keer afleiden. Oké, Mauro. Klaar? Ja. 3, 2, 1. Go! Oh, goed, dude. Nee. Oh, bijna. Oh. Had ik hem? Nee, nee, je hebt het niet. Hij staat nog op tocht. Hij staat nog op tocht. Ja! En nu terugkomen. Je hebt nog 10, 9, 8. Oh. Dan is dat ijsblokje voor mij. Hè? Ijsblokjes. Ijsblokje. Nee, het worden je. Papiertje stond je. Maar we maken er je van. Okay? Ik maak er je van. Ik zal er 2 doen, oké? Oké. Oh my god. Oké, okay, kijk. Okay. Nee, kom hier, kom hier. Oké, okay, oké. Okay. En dat is 1. Ah, dat is koud. En dat is 2. Ah, oh, dat is heel koud. Toch lekker, hè? Oké, okay, voilà. Deze heb jij gewonnen, maar de volgende keer zal het niet zo zijn, hè?